Hallo iedereen, welkom in deze Tip of the Week. Ik ben Tom van de Talent Academy. En vandaag wil ik het hebben over After Effects. We gaan een grafiek animeren, zoals deze, en kijken hoe we de data daarvoor uit een spreadsheet kunnen halen. Op die manier kunnen we achteraf gemakkelijk de spreadsheet aanpassen om onze grafiek te updaten. Laten we een kijkje nemen in After Effects. Oké, we zitten hier dus in After Effects. Ik heb hier al een project klaarstaan en hier hebben we gewoon een grafiekje met verschillende balkjes. Die staan hier allemaal als aparte shape layers. Die gaan we dus willen animeren, zodat die van niets verschijnen en animeren naar wat ze uiteindelijk moeten zijn, wat de eindwaarde zal zijn. Ik heb hier ook labels voorzien, gewone tekstlayers onder elke bar, zodanig dat we die ook kunnen gaan aanpassen naar gelang wat er in onze datasheet staat. Want we willen uiteraard onze data gaan halen uit een spreadsheet. De rest van de compositie zijn hier gewoon onze schaalverdeling en onze basis waarop dat we onze grafiek zetten. Dus die ga ik gewoon vastzetten. En nu gaan we een keer kijken naar onze data. Ik ga even switchen naar Excel. Nu, welke spreadsheet editor dat je gebruikt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zolang dat je maar met spreadsheets kan werken. De meesten zullen Excel uiteraard wel kennen. En ik heb hier al iets voorbereid. Kijk, er staat gewoon een labeltje bovenaan. Elke kolom gaan we een labelnaam geven. Dat maakt het gemakkelijk om straks terug te vinden wat we juist aan het bekijken zijn. En in elke kolom staan dan een aantal, in dit geval jaartallen en een value. Dus die gaan we gebruiken. Dus de jaartallen zullen we gebruiken voor de labels en de values voor onze animatie te gaan maken. Nu, waar moeten we op letten? Wel, je kan geen Excel sheet importeren in After Effects, maar je kan wel een CSV bestand exporteren. Dus wat gaan we doen? We gaan dit saven as en ik ga in plaats van een Excel bestandje, ga ik hier gaan kiezen voor een comma separated values of .csv en dan zeg ik gewoon save. Voilà, nu je krijgt hier een waarschuwing van Excel, maar dat moet je niet aantrekken. En nu ga ik even deze gaan importeren, dus dit CSV-bestand importeren in After Effects. Ze sleep het gewoon hier bij mijn assets. En dan heb ik een file die ik nu kan gaan gebruiken. Ik ga deze file eerst slepen in mijn lagenpaneel, zodanig dat ik die in de compositie kan gaan gebruiken. En als ik deze even open klik, dan zien we dat daar data in zit. Uiteraard, het is onze data die we nodig hebben. En daarin zitten een aantal zaken. En we zien hier jaar en value. Dat komt overeen met de titels die we gegeven hebben aan onze kolommen. Dus vandaar dat dat belangrijk is dat je die eerst een goede naam geeft. En dan kunnen we die openklikken en dan zien we dat daar eigenlijk alle waarden in zitten die we nodig gaan hebben. Goed, laat ons starten met deze labels. Hoe kunnen we die nu laten invullen dat die automatisch deze waardes overnemen? Wel, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Laat ons beginnen bij label 1. En we gaan hier in tekst. En we zien hier source tekst. Wel, nu moeten we deze linken aan ons eerste jaartal. En dat kunnen we gewoon doen door deze property pickwhip te gaan gebruiken. En we nemen die vast en we slepen die naar het juiste jaartal. En voilà. We zien al dat dit automatisch ingevuld wordt. Uiteraard gaan we straks onze data aanpassen en dan gaat dit automatisch moeten updaten. Goed, dan gaan we dat ook doen voor die andere. Dus gewoon de pickwhip nemen en naar het juiste jaartal verwijzen. En dat doen we voor alle lagen. Voilà, dus nu zijn alle labels correct ingevuld. Ik ga deze ook al even dichtklikken. We sparen ons een beetje plaats.
En nu komt het ja, moeilijkste deel, zou ik zeggen. Nu moeten we deze balkjes gaan animeren zodat die de juiste values krijgen. Dat gaan we moeten doen met een expression en ik ga hiervoor de scale gebruiken. Nu, als ik even de scale erbij haal, dus ik doe S voor scale. Ik ga even dit linkje uitzetten. Als ik hier nu de y-waarde aanpas, ja, dan zien we dat we uit het midden van onze laag animeren. Dus dat is niet de bedoeling. Dus ik moet eerst ons ankerpunt juist zetten. Dat doen we met de pan behind tool. En dan verzet ik die. Als ik command induw, dan kan ik gemakkelijk snappen naar de onderkant. En ik ga dat doen voor al die lagen. Dus nu dat die allemaal juist staan, kan ik beginnen met het animeren van deze scale. En dan gaan we die zo van 0 naar het juiste value laten bewegen. Oké, hoe ga ik dat nu doen? Wel, ik ga hier een expressie opzetten op de scale. Dus ik duw op scale, ga naar animation, add expression. En hier moeten we nu ja, een beetje code gaan intypen, maar het valt wel nog mee. Ik zal het allemaal zo goed mogelijk proberen uitleggen. En wat ga ik eerst doen? Wel, ik moet eerst die waarden natuurlijk kunnen gaan als referentie nemen. Dus ik ga hier een input value maken. Nu, dat is een naam dat ik zelf kies voor een variabele. Een variabele is gewoon ja, een naam die je kan geven aan een bepaald stukje code. En ik ga hier zeggen, is gelijk aan. En ik ga met deze pickwhip de eerste value gaan aanduiden. En dan vult After Effects dit volledig automatisch in. Dus die gaat verwijzen naar in deze compositie op de laag data.csv. In de categorie data. Outline, daar is, wil het eigenlijk zeggen dat we daarin gaan duiken. Dan in de categorie value. En dan gaat die value 01 de naam gaan zoeken, deze. Nu, ik ga dit meteen vervangen door 1. Dat gaat naar dezelfde value verwijzen, maar dan maakt het ons straks gemakkelijker als we dit gaan kopiëren om gewoon dit cijfertje te vervangen door 2. En dan zitten we op de tweede en zo verder. Oké, dus ik ga hier afsluiten, punt, komma. Dan weet After Effects dat deze lijn gedaan is. En nu moet ik deze input value eigenlijk gaan omzetten naar een... Die error mag je negeren. Die input value gaan omzetten naar een nieuwe value. Want wat moeten we nu doen? We moeten eigenlijk een animatie maken op onze scale. Die zal gaan van 0 tot ja, maximum 100. Maar als we hier 100% ingeven, dan wil dat eigenlijk zeggen dat we 1200 op onze schaal hier hebben. Dus wat moeten we doen? We moeten eigenlijk het bereik van onze values hier, die gaan van 0 tot 1200 gaan, potentieel, moeten we kunnen omzetten naar eenzelfde range, maar die dan van 0 tot maximum 100 loopt. Dus moet ik hier eigenlijk een output value gaan berekenen. Ik ga daar een stukje code voor gebruiken en ik ga hier de linear expression voor gebruiken. Linear... Voilà, deze, linear. En wat doet linear? Die kan dus eigenlijk gewoon die omzetting gaan doen van de ene range naar de andere. Dus ik ga daarin eerst en vooral mijn input value moeten ingeven. Input value, voilà, komt er al op. Dus dat is eigenlijk wat ik hier heb ingezet. Dan gaan we comma schrijven. En dan gaan we zeggen van, oké, wat is de range van onze input? En die gaat van 0, tot 1200. Nee, oké, dat is hier van 0 tot 1200. Oké, comma. En ik wil die range gaan omrekenen naar een nieuwe range. En die gaat van 0 tot 100. Want we willen hier een percentage hebben dat van 0 tot 100 kan lopen. Dus ik schrijf hier 0, 100. Punt, comma. En dan gaan we nog verder. Dus nu gaan we eigenlijk een percentage krijgen tussen 0 en 100 dat overeenkomt met wat hier de range zal zijn.
Nu moeten we ook nog een animatie maken. Dus ik ga hier nog animation terug een variabele maken. Ik ga die gewoon animation noemen. En eigenlijk ga ik hier ongeveer dezelfde expressie gebruiken. Maar omdat ik een easing wil in mijn animatie, ga ik hier de ease gebruiken. Die doet eigenlijk hetzelfde dan de linear, maar die gaat niet lineair het verloop aanpassen, maar gaat dat geeased doen, uiteraard. En aangezien ik hier over animatie spreek, ga ik niet de input value gaan inputten, maar ik ga het hebben over time. Dus ik ga kijken naar de tijd. En ik ga de tijd als input nemen. Dat wil zeggen dat ik bijvoorbeeld kan nu zeggen van, stel ik wil mijn animatie beginnen bij seconde 1, dan zeg ik 1, comma. En mijn animatie moet lopen tot seconde 2 bijvoorbeeld, dan zet ik hier 2. Dus dan gaat de animatie, we gaan de tijd inputten en vanaf seconde 1 tot aan seconde 2 gaan we een verandering doen. En die verandering zal zijn onze scale, die gaan we hier inputten. En onze scale zal zijn 0. We starten helemaal onderaan bij 0. En we lopen tot aan de value die we natuurlijk hier berekend hebben, want dat is onze uiteindelijk percentage waar we moeten stoppen. Dus ik ga hier zeggen output value. Goed, punt, comma, lijn afsluiten. En dan gaan we nog één lijn moeten invullen, want nu moeten we dat natuurlijk nog hier inputten in onze values. Aangezien dat dit twee values heeft, een scale, heeft altijd een x- en een y-component, moeten we dat ook als een array gaan vormgeven. Dus ik ga hier een open brackets, die gaat er automatisch close brackets al bij zetten. En dan ga ik hier het eerste getal, dat mag gewoon 100 zijn, dus dat ga ik gewoon 100 laten. En het tweede getal, dat is natuurlijk wat we hier berekend hebben. Animation. Dus ik ga hier gewoon animation intypen. Zo. En als ik nu even ernaast klik, dan wordt dat geïnput. En dan ga ik kijken wat die effectief gaat doen. Dus die gaat hier van, die blijft hier op 0 staan. En vanaf dat die aan seconde 1 komt, gaan we hier zien dat die animatie begint te lopen. Vanaf seconde 2 zit hij op zijn eindbestemming. En dat moet hier 560 zijn. Wel, dat lijkt hier wel te kloppen. Dat lijkt me wel 560. Dus onze animatie werkt. Dus ik kan dit afspelen. En voilà. Onze animatie zit erin en die is gelinkt aan onze datasheet. Goed, natuurlijk moet ik dat voor die andere vier ook nog doen. Gelukkig moet ik dat niet allemaal opnieuw gaan typen. Ik kan hier eigenlijk gewoon rechtsklikken en zeggen copy expression only. Ik ga naar de volgende. Ik doe S voor scale en ik paste, dus command V, op onze scale. En ik moet daar wel nog één ding aan veranderen, want we verwijzen nu nog altijd naar onze eerste value, maar ik moet mijn tweede value hebben, dus ik ga hier 2 ingeven. En voilà, nu ga ik naar mijn tweede value animeren. Zo, en dat doe ik dan voor alle anderen ook. Nu dat ik die allemaal heb aangepast, gaan die allemaal mooi animeren naar de juiste value. Nu, wat het leuke hieraan is, is natuurlijk dat we nu onze CSV kunnen gaan aanpassen. Dus ik ga even terug naar Excel. Ik heb mijn CSV-bestand hier nog open staan. En stel nu, ik wil hier bijvoorbeeld andere jaartallen ingeven. Ik wil bijvoorbeeld bij 2016 starten. 2017, kunnen we dit zo gaan doen, voilà. En ik wil hier andere waarden ingeven. Nu, dit is nog altijd mijn CSV-bestand, dus ik kan gewoon saven, command S. En als we nu terug gaan naar onze After Effects, gaan we zien dat dit automatisch geüpdate wordt. En onze animatie werkt ook nog altijd, want we gaan eigenlijk gewoon referentie nemen naar die CSV-bestand. Dit is dus hoe je een spreadsheet kan linken aan je animatie. Dat maakt het een pak gemakkelijker om nieuwe info toe te voegen. Vond je deze video interessant? Geef hem dan zeker een like. Abonneer je op ons kanaal.
En heb je interesse in een uitgebreidere opleiding in After Effects of een van de andere Adobe-apps? Neem dan zeker ook een kijkje op talent-academy.be. Tot de volgende keer. Dag.